Here we go! Na de aankondiging van Shiny Giratina Origin in raids in Pokémon Go is Charmander Community Day het volgende grote evenement waar we eindelijk weer naar uit kunnen kijken in Pokémon Go sinds corona. En in deze video ga ik jou alles vertellen wat je moet weten over Charmander Community Day. Laten we beginnen. En dat doen we uiteraard door allereerst even te kijken naar de officiële website van Pokémon Go over dit evenement. En daar zien we staan dat Charmander dus de hoofdrolspeler is van deze Community Day. Dat betekent meer Charmanders tussen 11 en 5 uur 's middags. En ook nog eens kans op Shiny Charmander. Wat natuurlijk hele gave bonussen zijn. Dat is nog lang niet alles. Het evenement duurt van 11 tot 5 uur. Tot en met 7 uur kan je je Pokémon evolueren voor de Extreme Move. En daarover gesproken, dat is Dragon Breath for Charizard only. Dus zorg dat je tussen 11 en 7 uur eigenlijk een Charmeleon hebt geëvolueerd naar een Charizard. Met goede PvP IV of normale IV. Om het te gebruiken in de Master, Ultra of Great League. Super goede move Dragon Breath. Dan ook nog eens voor Charizard is, die natuurlijk nog draak is, wat hem stab geeft. Ook nog hartstikke handig. Dus hij wordt zeker een interessante kandidaat in elke league. Charizard met Dragon Breath. En misschien ook Blast Burn als je nog een Charge tier hebt. Of een Fast tier, ligt maar net aan wat je doet. Dan ook nog een hele belangrijke bonus is 3 keer Catch Stardust. Want dat is nu natuurlijk 6 uur lang. Bizar, heel veel kans op Stardust dus. Maak er zeker gebruik van. Starpiece aan, Incubators aan, noem maar op. Zorg dat je daar gebruik van maakt. En uiteraard 3 uur durende incense die ervoor zorgen dat je meer Charmander tegen zult komen. En dan had ik het natuurlijk net even over de shinies. Hoe zien die er nou precies uit? Waarom moet je letten? Nou, kijk eens aan. I got you covered. Dit zijn ze. Shiny Charmander, Shiny Charmeleon. De belangrijkste misschien wel Shiny Charizard. Dan hebben we sinds natuurlijk dat Mega Evoluties uit zijn gekomen ook nog eens Shiny Mega Charizard X. Dat is dus de draakvariant die dus stab krijgt voor Dragon Breath. En uiteraard ook Shiny Mega Charizard Y. Die nog steeds vuur flying is. Maar wel echt een hele toffe Shiny. En dan als laatste, om natuurlijk nog te benoemen om je zo goed mogelijk voor te bereiden voor het evenement. Zorg nog dat je wat bonussen inslaat, wat shops, etc. Zorg uiteraard voor zoveel mogelijk incubators als je echt voor die Stardust wil gaan. Je hebt waarschijnlijk toch wel een Starpiece aanstaan. Nou, lekker een eitje uitlopen met de afstand die je natuurlijk hebt van het evenement, van het oktober evenement. Zorg ervoor dat je ook weer extra Stardust kan farmen. Lures als je nog goed bent naar een goede Charmander qua PvP IV of normale IV. Een Shiny Charmander. Hiermee heb je extra kans om een Charmander tegen te komen. Uiteraard veel Pokéballen. Want als je die niet hebt, kan je ze niet vangen. Een Pokémon Go Plus als je niet continu op je scherm wil kijken. Starpiece voor die extra Stardust. Hartstikke handig. Lucky Egg. Ja, voor de mensen die heel de dag spelen en toch wel XP binnenhalen. Nou, met deze kan je het ook nog eens extra doen. Zorg natuurlijk ook voor Lucky Friends of eventuele andere best friends, whatever. En uiteraard dus die incense die niet alleen 3 uur duurt, maar ook zorgt voor nog meer Charmander spawns. En daarmee is de video alweer afgerond. En hebben jullie zo goed mogelijk voorbereid, hopelijk. Laat me zeker weten beneden in de comments. Heb jij al een goede IV Charmander klaarstaan? PvP IV, normale IV, misschien wel een Shiny die je gaat evalueren tijdens het evenement. Of ga je echt puur morgen helemaal los om een zo goed mogelijk dag te beleven? Lijkt me hartstikke gaaf te horen. Ik ga voor het tweede. Die van mij is nou geëvalueerd, dus ik heb of een DM nodig of weet ik niet. Dat was het eigenlijk. Dus laat me zeker weten beneden in de comments. Voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Wordt dus altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.